Heb jij je pillen wel genomen? Iedereen is wel een beetje autistisch. OCD, dat is toch wanneer alles netjes moet zijn? Dit zijn dingen die neurodivergenten dagelijks horen. Deze misvattingen worden zonder enig respect naar het hoofd gegooid, zonder erover na te denken hoe dit de ander beïnvloedt. Ik vind dat dit anders moet. In deze samenleving is respect voor de medemens het minimale. En hierbij hoort erbij dat je moet accepteren dat het brein van een ander misschien net even anders werkt dan datgene van jou. Want deze samenleving is van ons allemaal. En iedereen zou zich moeten kunnen ontwikkelen in deze samenleving. Er wordt ons verteld dat we ons maar aan moeten passen. Dat we nooit succesvol zullen worden. Maar waarom zorgen we er niet gewoon voor dat deze samenleving is aangepast, zodat iedereen daarin succesvol kan worden en de kans heeft om succesvol te worden ook. Want ook ik kan succesvol worden. Ook als ik snel afgeleid ben. Of dat ik even niet zo goed oplet. Of dat ik niet stil kan zitten. En neurodivergent zijn komt met zijn eigen moeilijkheden, maar ook kwaliteiten. En niemand zal ooit minder waardig zijn dan de ander, alleen maar omdat hun brein anders werkt. Is het dan een superkracht? Nee, dat is het niet. Het valt niet mee en soms wil je wel je brein er even uithalen en even goed door elkaar schudden, zodat het weer even recht gaat zitten. Maar nee, je kan niet even normaal doen, want zo werkt het gewoon niet. En daarom moet er aandacht voor komen. En goede aandacht. Helaas heeft de overheid flink bezuinigd op de zorg naar jongeren in de laatste tijd. En zijn er langere wachttijden dan ooit van tevoren. Dit zorgt ervoor dat meer en meer neurodiverse jongeren thuis zitten zonder hulp. En dat er geen kans is om het gesprek te openen over hoe deze jongeren zich dan voelen. Hun mentale gezondheid gaat steeds verder achteruit en dit kan gewoon echt niet langer. Er moet gestopt worden met deze bezuinigingen, zodat deze jongeren weer het gesprek kunnen openen met hoe ze zich voelen en zich kunnen uiten naar de wereld en hiermee ook succesvol kunnen worden. Het mag geen taboe worden, er moet over gepraat worden. In het licht van deze woorden wil ik afsluiten met een krachtige oproep tot verandering. Het is tijd om af te rekenen met de misvattingen en het gebrek aan respect dat neurodivergente individuen dagelijks ervaren. Het is tijd voor een samenleving die gebaseerd is op respect, acceptatie en gelijkheid. Dankjewel.